Hoe is het om in een elektrische Volkswagen te rijden? Mijn naam is Alberto en in deze video kruip ik achter het stuur van de vernieuwde Volkswagen ID.3. Volkswagen noemt de ID.3 een echte rijdersauto. En dat wil zeggen dat het een auto is die het goed doet bij mensen die houden van een potje sturen. Maar hoe zit het nou met het rijgedrag, de veiligheid, de prestaties, comfort? Dat ga ik je nu laten zien. Alle uitvoeringen van de vernieuwde ID.3 hebben een elektromotor op de achteras. Die levert 204 pk en 310 Nm trekkracht. Maar ja, dat zijn cijfertjes. Ik ben vooral benieuwd hoe dat voelt. Kijken wat die kan. 3, 2, 1. Je voelt dat het vermogen meteen voorhanden is. Dus vanaf 0 trekt hij meteen op, vooral de eerste 30, 40, 50 kilometer, schiet hij van zijn plek. En dat voelt niet alleen leuk, maar is eigenlijk ook heel veilig. Als je een keer een tussensprint moet maken, dan weet je wel wat voor vermogen je voor handen hebt. Hij stuurt goed, reageert fel op het pedaal, ook dat rempedaal. Ga ik gelijk even testen. Prima. Nog één. Met de prestaties zit het dus wel goed, met het optrekken en het remmen. Maar minstens zo belangrijk is het rijgedrag. Hoe stuurt hij? Hoe ligt hij op de weg? Hoe communiceert de auto met je? Als dat allemaal in orde is, dan noem je het een rijdersauto. En dat is deze ID.3 zeker. Dat ga ik je nu laten zien. Hij ligt als een blok op de weg, letterlijk. En je hebt natuurlijk ook gewoon een blok onder je liggen, namelijk die batterij tussen je vier wielen. En dat voel je, die zekerheid voel je. Die auto ligt gewoon stabiel op de weg, maar geeft ook een veilig gevoel. Je weet waarmee je op weg bent. Prestaties en rijgedrag, check. Maar hoe zit het met het comfort van een ID.3? Ik rijd nu op een provinciale weg. Ik rijd 86 km per uur en het is ten eerste heerlijk stil in de cabine. En dat komt natuurlijk door die elektromotor. Dat zorgt voor een serene rust. Daarnaast heeft Volkswagen ook aandacht besteed aan het onderstel. Ik rij hier nu op een N-weg binnendoor en ik merk dat alle oneffenheden heel goed worden weggewerkt. Kortom, stilte en comfort. Een comfortabele rit wordt natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door fijne features. Nou, die zijn hier ook aan boord. Ik heb onder andere een verwarmd stuur, verwarmde stoelen, dual zone klimaatsysteem en Discover Pro navigatie. En dan ook nog eens draadloos opladen van je telefoon. Kortom, aan dit soort dingen geen gebrek. Om de rit ook veilig te laten verlopen, denkt de ID.3 graag met je mee. In de vorm van geüpdate rijhulpsystemen. Dan is er Travel Assist. Dat is een combinatie van rijhulpsystemen. Onder andere Adaptive Cruise Control, Lane Assist. Die samenwerken en ervoor zorgen dat jij veiliger en comfortabeler op je eindbestemming aankomt. En de vernieuwde ID.3 is dan ook nog eens geüpdate met automatische rijbaanwisseling. En dat werkt zo als je harder dan 90 km per uur rijdt en je geeft je richting aan. Dan gaat de ID.3 automatisch van rijbaan wisselen, uiteraard alleen als dat kan. En dat maakt het net weer een stukje comfortabeler. Dan is er het Augmented Reality Head-Up Display. En dat is een display die eigenlijk voor jou op de weg projecteert wat er belangrijk is op dat moment. Bijvoorbeeld je snelheid, maar ook de rijhulpsystemen die actief zijn. En de vernieuwde ID.3 heeft daarin de geüpdate versie die bijvoorbeeld ook navigatieinstructies op de weg laat zien. En bijvoorbeeld ook als je je bestemming hebt bereikt, zie je een vlaggetje. Er zitten allerlei sensoren op de auto die ervoor zorgen dat jij, maar ook vooral de mensen om jou heen, zo veilig mogelijk blijven. Stel, er komt iemand plotseling voor je auto. Dan zorgen de sensoren van de ID.3 ervoor dat de auto plots tot stilstand komt en dus een ongeluk voorkomt. Bij elektrisch rijden een hele fijne feature is de Electric Vehicle Route Planner. En dat is een routeplanner die rekening houdt met laadstops onderweg. En je zelfs ook meerdere opties geeft om bij je eindbestemming te komen. Bijvoorbeeld een paar korte laadstops of één lange. In de vernieuwde ID.3 is die routeplanner ook uitgerust met actuele verkeersinformatie en informatie van de laadstations. Hij weet bijvoorbeeld hoe druk het is of wat de capaciteit is van een bepaald station. En zo heb je dus altijd actuele informatie over je reis. Dat was een lekker ritje en ik heb nog 52% acculading over. Daarover gesproken, de ID.3 wordt op het moment van introductie geleverd met twee accupakketten. Eentje met een range van 429 km en eentje met een range van 559 km. En om je een beetje een beeld te geven, de gemiddelde Nederlander die rijdt 30 km op een dag. Kortom, daar kun je wel even mee vooruit. En als je dan moet laden in Nederland, dan ben je ook in 35 minuten van 0 naar 80% als je aan de snellader staat. Dus daar hoef je ook geen zorgen over te maken.
In de toekomst kan het zijn dat Volkswagen andere pakketten gaat leveren dan deze twee. Klik daarom even op het i'tje hierboven om te zien wat de actuele mogelijkheden zijn. Al met al is deze vernieuwde ID.3 wat mij betreft het perfecte huwelijk. Want aan de ene kant heb je een comfortabele reisauto waarmee je veilig, betrouwbaar van A naar B kunt met je hele gezin. Maar je kunt er ook een potje mee de hoek om als je dat wil. Hij heeft ook echt sportieve elementen in zich. Dat maakt het een mooie combinatie. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Wil je nog even terugkijken in deze video naar bijvoorbeeld het sprintje of hoe comfortabel het is achter het stuur? Dat kan hieronder. En wil je meer video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal, het Volkswagen kanaal en like vooral deze video's.